Ik vind dat discriminatie absoluut niet kan. En ik denk dat mijn mening daarin niet afwijkt van de mening van heel Nederland. Want ik denk eigenlijk dat iedereen vindt dat discriminatie niet kan. Ik weet dat er meer wordt gediscrimineerd dan wij weten. En dat we niet alles horen. En dat ook heel veel mensen denken dat het probleem kleiner is dan het daadwerkelijk is. Ik denk ook dat heel veel mensen er weinig over zeggen, er niet mee bezig zijn, zich er niet mee bezighouden. Omdat ze denken, wij zijn toch zo'n tolerant land, bij ons gebeurt dit niet. Ik vind het heel belangrijk dat sportclubs hier aandacht aan geven. Sport is een soort subwereld. En als je daarbinnen de toon gaat zetten op een positieve manier, dan kan je kinderen in hun ontwikkeling heel erg veel leren. En dat is waar je natuurlijk naartoe moet. Dat mensen goed in hun vel zitten en dan komen ze ook beter uit de verf. Als iemand aangeeft dat hij wordt gediscrimineerd, dan komt dat meestal in eerste instantie terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. En dan gaan we met elkaar kijken, wat zijn de partijen, wat is er precies gebeurd. We gaan in gesprek en door er met elkaar over te praten, dan maak je de mogelijkheid om met elkaar in te zien hoe iemand anders erin staat. In preventieve sfeer proberen wij van alles te doen tegen discriminatie. We hebben een convenant opgesteld samen met een aantal andere verenigingen. En daar komt onder andere discriminatie aan bod. We hebben onder andere gesproken met de John Blankenstein Foundation. Dat ging dan specifiek over het woord homo, dat zoveel wordt gebruikt op en rond de velden. Door met elkaar in gesprek te gaan, maak je mensen bewust van het feit dat het ook als het niet bedoeld is, dat het alsnog heel kwetsend is als je scheldwoorden tegen elkaar zegt. We hebben de regenboogvlag opgehangen en we doen natuurlijk aan het begin van het jaar altijd een campagne om mensen erop te wijzen dat het goed is om elkaar niet te kwetsen en om elkaar positief aan te spreken. En door dat aan het begin van het seizoen te doen, is iedereen weer even in de goede mindset van wij willen hier een leuk seizoen van maken.